Nou, we waren eigenlijk op zoek naar een plek waar we echt ons eigen, een eigen wereldje kunnen bouwen. En dan een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar alles even van je afhaalt en je helemaal jezelf kan zijn. En een plek waar je het heel makkelijk maakt om mensen te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan. En waar de tijd eigenlijk even met je stilstaat. Nou, onze doelgroep is in principe iedereen, maar wat je wel ziet is dat ons eigen netwerk heel erg in de Randstad zit. Dus we krijgen relatief veel mensen uit die regio hier naartoe. Maar we vinden het heel belangrijk dat iedereen zich hier thuis voelt. Dus of je nou op het platteland woont of ook mensen hier uit de buurt, die hebben hier ook heel veel plezier. Nou, wat het bijzonder maakt is denk ik dat we allerlei bijzondere accommodaties hebben. Maar ja, ook grappige items zoals deze bugtub waar je lekker in bad kan in een kever. We hebben heel veel muziek en theater en leuke dingen. En daar komen ook weer heel veel mensen uit de buurt op af. Dus zoals vanavond hebben we Mathieu die hier op het buitenland podium optreedt. En nou, dan maken we daar een Facebook event van. En dan komen ook heel veel mensen hier uit de omgeving gewoon lekker meegenieten. Yeah, yeah, yeah. Nou ja, het is eigenlijk heel leuk. Toen we hier kwamen was deze regio helemaal nieuw voor ons. En, maar meteen vanaf het begin voelden we ons heel welkom. Dus dat kwam en door de leadersubsidie die we kregen. Want daar zitten ook lokale ondernemers in die dat beoordelen. Dus doordat daar zo'n positief resultaat uit kwam, voelden we ons ook heel erg welkom geheten. Yeah, yeah.